Het injectietarief is een nieuw tariefsysteem voor de eigenaars van bepaalde zonnepaneleninstallaties. En dit systeem is al sinds 1 januari 2021 geldig in Vlaanderen. Ontdek in onze volgende video of het systeem op jou van toepassing is. Maar wat is nu het verschil tussen dit nieuwe systeem en het oude systeem met de terugdraaiende teller? Wel, zoals de naam het zelf zegt, kunnen prosumenten in het oude systeem genieten van het principe van de terugdraaiende teller. Wanneer je energie verbruikt, haal je die van het net af en je teller draait dan vooruit. Wanneer je energie opwekt, die je dus niet meteen verbruikt en je dus energie op overschot hebt, dan injecteer je deze op het net. Je teller draait dan terug. Voor het gebruik van het net betaal je een vergoeding, de prosumentenvergoeding of het prosumententarief. Laten we een voorbeeld nemen. Stel, je verbruikt jaarlijks 2000 kWh die je van het net haalt. Daarnaast injecteer je jaarlijks 1500 kWh op het net. Aan het einde van de rit heb je dan een verbruik van 500 kWh. En dat komt omdat we je geïnjecteerde energie aftrekken van je verbruik. Die 500 kWh is dan ook het verbruik dat aangerekend wordt op je factuur. In het nieuwe systeem met injectietarief daarentegen zijn er drie belangrijke punten. Ten eerste, je betaalt niet langer het prosumententarief. Ten tweede, het principe van de terugdraaiende teller vervalt. Ten derde, wat gebeurt er dan in de plaats? Wel, dankzij een digitale meter weten we exact hoeveel energie je op het net injecteert. En voor die injectie krijg je nu een financiële vergoeding, de terugleververgoeding of het injectietarief. Dus laten we hetzelfde voorbeeld hernemen waarin je jaarlijks 2000 kWh verbruikt en je jaarlijks 1500 kWh op het net injecteert. Dan word je in het nieuwe systeem gefactureerd aan die 2000 kWh die je effectief van het net hebt gehaald. En voor de 1500 kWh die je injecteert, geven wij je een vergoeding, jouw injectietarief.